Hoi iedereen, welkom op mijn channel. Mijn naam is Chanel. Deze is de weektraining van 11 tot en met 17 mei. Ik ga eens even kijken hoe de energie op dit moment is. Het is natuurlijk ook nu zo'n beetje volle maan. Dus ik ben benieuwd of jullie daar ook iets van merken. Misschien onrustig slapen, veel emoties, vermoeidheid. Don't let your past hold you back. Ik heb wel het gevoel dat die ook wel een beetje past bij de volle maan in schorpioen. Schorpioen is natuurlijk wel een hele intense energie, transformerende energie. En ja, het staat ook wel een beetje voor. Ik heb wel het gevoel dat er oude angsten, oude pijnen, onverwerkte dingen naar boven komen. En dat kan uit dit leven zijn of vorige levens. Vaak hebben we ook. De zuidknoop staat in astrologie ook voor de vorige levens, zeg maar. En in dit leven heb je dan. Iedereen heeft een noordknoop, dus dat is meer je bestemming dan in dit leven. En dat is dan ook weer een beetje een andere kant op, vaak dan waar je in vorige levens ook wel veel ervaringen in hebt opgedaan. Misschien is het bijvoorbeeld in dit leven heel erg de bedoeling dat je. Op eigen benen leert staan en misschien heb je in vorige levens wel heel veel steun of support gehad. Misschien heb je wel altijd in relaties gezeten of in grote gezinnen geleefd of in een bepaalde community of gemeenschap. En is het de bedoeling in dit leven dat je veel tijd alleen doorbrengt of misschien juist andersom dat je in een klooster of wat dan ook hebt geleefd en dat je nu juist meer jezelf weer mag neerzetten en naar buiten mag treden. Conclusions are within reach. Dus ik heb hierbij wel het gevoel dat, dat je bepaalde antwoorden gaat krijgen. Of dat dingen op zijn plek zullen vallen. Dat het meer de richting op gaat stromen die jij graag wil. Dus dat je toch. Het lijkt misschien alsof dingen nog niet op zijn plek vallen. Maar dat dat steeds meer. Steeds dichtbij komt en misschien echt al binnen korte tijd dat je echt dingen tastbaar hebt gemanifesteerd, zeg maar. Dus dat het niet alleen voelbaar is dat veranderingen aankomen. Ja, dus dat je het ook echt gaat zien dat dingen gaan veranderen, bijvoorbeeld op werkgebied of andere gebieden. Your commitment is being tested. Het kan zijn dat er wat tegenslagen zijn of wat moeilijkere dingen in je leven. Misschien wat conflicten of misschien ben je ontslagen of iets anders. En dat het uiteindelijk gaat omdat je vertrouwen houdt en geduld. En dat straks zometeen een nieuwe kans op je pad komt. Of nieuwe dingen of nieuwe mensen op je pad komen. En dat je misschien gedwongen wordt dingen los te laten. Of misschien heb je er zelf voor gekozen om dingen los te laten. Engelen antwoorden, de situatie zal verbeteren. Dus de situatie die je waarschijnlijk nu in gedachten hebt of wat nu misschien in je opkomt. Of misschien ging je de reading al een beetje in met vragen over werk of liefde of wat dan ook. Het kan van alles zijn. Misschien wil je graag verhuizen of reizen. Alleen zijn de dingen misschien nu financieel niet mogelijk of om andere redenen. Misschien zit je nog ergens een beetje vast in. En dat het antwoord op je vraag is de situatie zal verbeteren. Grote gelukkige veranderingen. Dus dat is ook een mooie kaart. Ga ik eens even kijken of er nog een boodschap is. Nee. Dus het kan ermee te maken hebben dat, dat je inderdaad met een bepaalde vraag zit en dat het antwoord daarop nee is. Het kan ook met je mindset te maken hebben. Dat je toch nog wat te negatief denkt en nog niet echt dat vertrouwen hebt. Ik nog wat kaartjes van de engelen en romantiek. Oké, vallen twee tegelijk uit. Trek je zielsverwant aan. Je gebeden, je affirmaties en je visualisaties helpen om jullie bij elkaar te brengen. En familieaangelegenheden helen. Je liefdesleven zal er wel bevaren als je ouders vergeeft. Dus het kan zijn dat je nog bepaalde patronen bij je draagt die. Je hebt overgenomen van je ouders, die je hebt gezien thuis. En dat je denkt dat het normaal is. Of
Ja, dat je daar op een of andere manier aan vasthoudt, terwijl het voor jou misschien niet goed voelt. En ondanks dat je misschien een hele fijne jeugd hebt gehad, dan nog kan het zijn dat er iedereen draagt natuurlijk wel pijn met zich mee, door wat voor situatie dan ook. En ook al hebben twee mensen hetzelfde meegemaakt, de een die slaat het misschien op als een trauma en de ander niet. Dat ligt er maar net aan, ja, hoe je de dingen verwerkt eigenlijk. En misschien ook of je er naar durft te kijken, naar de pijn die eronder zit. In stilte lijden. Misschien heb je nu de behoefte om je terug te trekken en alleen je dingen te verwerken. Maar het kan ook zijn dat je, ja, het gewoon lastig vindt om mensen om hulp te vragen en het moeilijk vindt om mensen toe te laten. Dan zou ik je toch aanraden om, ja, nu die stap te zetten om wel hulp te zoeken. En dat kan zijn, ja, bij iemand die je betaalt, een coach of wat dan ook. Of je kan bij mij eventueel een tarotconsult, readingen doe ik of healingen. Het kan ook zijn dat je meer de behoefte hebt aan, nou ja, acupunctuur of een massage of wat dan ook. Iets, ja, waar jij je goed bij voelt. En dat je zelf dat ook gunt om geld en tijd in jezelf te investeren. Je hoeft niet altijd alles alleen op te lossen. En het is soms ook wel eens fijn om iemand om hulp te vragen die onbevooroordeeld is. Dus bij vrienden of familie willen ze je vaak ook nog beschermen. En zeggen ze misschien, ja, laat het los of ik zou dat of dat kiezen. En een ander die kan er wat meer objectief naar kijken, zeg maar. Vruchtbaarheid. Ik heb wel het gevoel in combinatie met het groen en het geel dat het te maken heeft ook met het zonnevlechtchakra en het hartchakra. Dus dat je meer vanuit je kracht en vanuit je hart dingen gaat neerzetten. Een bepaalde groei, bepaalde ontwikkeling, vastigheid. Ja, je ziet hier een beetje boom, zeg maar, of takken in elk geval. Dus dat de dingen zich wel gaan ontwikkelen en uitbreiden, heb ik het gevoel hierbij. Let er wel op dat je inderdaad, nou ja, ik heb hierbij wel het gevoel dat diegene het hart en het hoofd, zeg maar, combineert. Maar het voelt wel alsof hier ook wel heel veel aandacht heen gaat. Zorg ervoor dat je in elk geval niet te veel in je hoofd gaat zitten. Heel veel mensen hebben dat natuurlijk als valkuil. En hoop. Dus misschien komen er weer wat lichtpuntjes op je pad. Misschien heb je een zware tijd gehad. Of het kan zijn dat je in jezelf gewoon het gevoel gaat omzetten en meer vertrouwen gaat krijgen. Ik zoek deze laatste ook even op in het boekje. Dus even kijken. Dit is een kaart die zich concentreert op hoop, geloof, genezing, ambities, succes en verlichting. Als deze kaart verschijnt, weet dan dat een speciale wens in vervulling kan gaan. De hoopkaart laat u zien dat het onmogelijke echt mogelijk kan worden. De kracht die via uw ziel werkt, is de kracht van uw overtuigingen. Deze kaart dient als herinnering om uw natuurlijke intuïtie te gebruiken terwijl u reikt naar uw doelen en wensen. De toekomst kan van u zijn als u hoop en vertrouwen hebt. Deel uw ervaringen, want de mensen om u heen zullen zich ook realiseren dat vertrouwen hebben en doorzetten de sleutel is tot succes. Maar bovenal, door nu te beginnen met een positieve houding, nu direct, staat u uw lichaam toe om op te stijgen. U zult een kans zien om te stralen terwijl u naar de sterren reikt. Nou, dat is wel een hele mooie kaart. Ik doe nog één laatste kaartje van dit deck. Eens kijken wat er nog meer uitkomt. Rust en herstel. Het komt wel een beetje overeen met deze energie. Voelt ook als een hele teruggetrokken energie. Alleen deze energie voelt wat zwaarder. Rust en herstel. Ja, het kan zijn dat er oude pijn omhoog komt en dat je de behoefte hebt om de natuur in te gaan of gewoon terug te trekken en even op jezelf te focussen. Ik zou zeggen, doe dat dan ook vooral. En nou ja, zeker nu in deze tijd is het waarschijnlijk ook wel aardig mogelijk om best wel op jezelf te zijn, aangezien sociale contacten voor veel mensen op een laag pitje staan. Dus maak daar dan ook gebruik van en ja, probeer niet weg te lopen voor gevoelens die je ervaart door het alleen zijn. Of ja, sta gewoon stil bij jezelf en kijk of je op een andere manier dichter bij jezelf kan komen in plaats van in je oude structuur te blijven. Want het is nu gewoon de juiste tijd om
dingen om te gaan zetten en te gaan veranderen. En ja, gewoon een nieuw pad in te slaan. En ja, dingen te gaan creëren die je graag wilt. Dus een ja, verandering in jezelf kan ervoor zorgen dat er een hele grote verandering in je leven komt. Dus ga gewoon voor wat je heel graag wilt en zet de eerste stap. Heb je daar hulp bij nodig, dan kan je mij vragen voor een reading of een healing. En anders tot de volgende keer.